Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en het is officieel onze tweede dag in Ubud. Ik heb de eerste dag op Ubud helemaal niet gevlogen. We waren aangekomen in het hotel. En het is echt zo mooi. Dit is echt ons mooiste hotel ever in Bali. En we hebben er eigenlijk gewoon echt van genoten. Dus ik heb één dag niet gevlogen. Ik heb jullie wel een room toegegeven, want dat wil ik elke keer van tevoren filmen als ik op een bestemming aankom. Want ja, wij houden het allemaal gewoon niet zo netjes. Dus hier komt de roomtour. Het is echt zo prachtig groen, niet normaal. We hebben echt lang niet zo erg genoten. We hebben gisteren echt de hele dag ook gewoon gezwommen. Heerlijk gegeten, het is een prachtig hotel, vriendelijk personeel. Maar in de avond ging het wel regenen. Ik ben even gebeld door de balie, want we hebben dus vanochtend een floating breakfast besteld. Dat wou ik al heel erg lang en Nessie vond het ook wel leuk. En in dit hotel trok het me meer aan omdat het gewoon hier allemaal zo mooi uitziet, zo mooi groen. Dus dat krijgen we zo over een half uur. Maar wat ik wou zeggen, gisteravond begon het al om 6 uur echt heel hard te regenen hier. En hier in Ubud regent het echt abnormaal veel. Vooral in het regenseizoen. En het is nu het regenseizoen. Dus we hebben gewoon binnen gezeten. We hebben thuisbezorgd besteld. Of ja, hoe heet het thuisbezorgd hier ook alweer, Nes? Grab? Grab. En dan kan je dus gewoon eten daarop bestellen. Oeh, onze eerste mukbang. Als alles al op is bijna. Van grab and go. Grab and go, yalla. Is lekker? Ik moest jou nemen. Ik vind mijn salade echt lekker. Ik heb dus besteld tonijn in balsamico dressing. En zoals ik net al zei, hebben we dus floating breakfast besteld. Dus heb ik mijn best gedaan om er een beetje leuk uit te zien, zodat we ook leuke foto's krijgen, want we hebben ook een fotograaf gehuurd. Dus dit is mijn outfit. Ik heb een nieuwe badpak aan. Ik vind deze kleur echt zo mooi. Echt niet normaal. Aqua blue. Was ook echt bij de Bali vibe. Ik heb mijn haar weer even voor de verandering los gedaan. En een beetje make-up op. Ik heb een beetje brons op mijn wangen. Geen foundation. Heel klein beetje mascara. En op mijn lippen, lipliner. Ik heb me even ingesmeerd. Zo. En nu wil ik even naar buiten. Kijk dan, jongens. Heerlijk. Oh, we zijn er, Nes. We zijn er. Nou, lieve mensen, het is ochtend. En we wachten op ons breakfast. Hoe zijn we? Floating breakfast. Wat is het nu? Het is nu iets na half elf. En ze zouden eigenlijk nu moeten komen. Hi, we zijn klaar met shooten. We hebben nu heel lekker ontbijtje gehad in het zwembad. Ik heb even mijn haar in de staart gedaan. We gaan even ons omkleden. We zijn nu in Ubud. We gaan even Ubud verkennen. We zijn al een keer in Ubud geweest. 2 jaar terug. We zijn even naar Monkey Forest gegaan. En volgens mij is dat ook het enige wat we hebben gedaan. Want je kan hier nog langs de tempel. Je kan naar rijstvelden toe. Je kan naar een waterval. En we gaan nu even kijken in het boekje. Want we hebben een boekje gekregen van het hotel. Dus we moeten dus al 2 dagen te zeuren om naar een waterval te gaan. Kijk, ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb daar niet zoveel mee, want ik vind dat soort dingen gewoon eng en ik durf daar nooit te zwemmen. Zo eng dan? Ja, je kent mij toch? In Turkije ging ik er ook nooit in zwemmen. Maar Nessie, die gaat gewoon van heel hoog springen en weet ik veel wat, bla. Maar ik ga het gewoon accepteren en we gaan gewoon een tour doen met watervallen. We zitten nu bij het restaurant van het hotel. En kijk, het uitzicht heb ik helemaal niet laten zien volgens mij nog. Maar dit is ons uitzicht. Je kan hier dus gewoon lekker lunchen. Dan zit je hier en dan is dit je uitzicht.
En wij zijn nu een taxi aan het boeken om dus als eerst naar een waterval te gaan. Dus we gaan naar een waterval en daarna gaan we door naar de rijstval, want die hebben we ook nog nooit gezien. En lijkt me ook wel mooi om even te zien nu we toch in Ubud zijn. Dat is een beetje de bedoeling. Wij zijn aangekomen bij de waterval. Wow. Alleen de zon is een beetje weg, hè? Zie je dat? Ja, een beetje wel, hè? Ja. Dus de eerste waterval waar we naartoe wouden, dat is gewoon gratis entree. En deze is heel erg toeristisch, want het is echt super druk hier. Plus je moet ook nog entree betalen. En hier is ook allemaal van die kleine winkeltjes, waar je van alles en nog wat kan halen. Heel mooi stempel gekregen. Jongens, kijk hoe mooi. Je kan hier eens een foto nemen en daarachter zie je het waterval. Je kan hier dus... overal dus foto's maken, heb je een vogelnest en dan zie je mag maar uit. Alsjeblieft, nee, nest. Ik wil daar mag niet. Mag ik in die nest? Ja. We zijn nu bij een warung. Bij het waterval. En hier kan je dus echt fucking goedkoop eten, hè? Want het is echt typisch een Indonesisch tentje is. En het is nog best wel een toeristische plek, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb dus hier bietenchips gehaald. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Kijk hoe mooi die kleur. Een cola zero. We hebben kokosnot besteld en we hebben kipsaté besteld. Oh, that looks good. Maar besef het uitzicht ook, man. Kijk hoe leuk dit eigenlijk is. Lekker. Heerlijk. Mijn eerste kipsaté in Indonesië. Lekker. Het was echt heerlijk. Jongens, ik ga dit even proeven. Ik vind het wel lekker. Wel lekker, maar je zet geen smaak aan. Pas achteraf pas komt die smaak. Lekker. We moeten een saté doen. Weet ik niet. Er is nu een poes hieronder. We hebben geen eten meer, maar volgens mij heeft hij heel veel honger. Dus we geven haar gewoon bieten chips. En je hoort haar gewoon chips eten. Ik ga helemaal stuk. Guys, we zijn hartstikke geslaagd. We hebben hier geshopt. Allemaal kleren gekocht. Ik heb een nieuwe jumpsuit aan. Ik dacht, ik koop even een nieuwe jumpsuit. Want dan gaan we nu naar de rijstval. Dan heb ik een andere outfit aan. Ik ga helemaal stuk. En we gaan weer voor een kokosnoot. Woo! Jongens, kijk waar we nu zijn. We gaan dus hier naartoe, naar de coffee plantation. Oh. Dit is de Arabica coffee tree, jongens. Kijk dan. Oh, kijk dan. Dit is de luwak, right? Die eet dus de koffiebonen als ze rood zijn. En daarna poept ze ze uit. Oh, ze eet die... Ja, en daarna poepen ze dus die uit. Maar hier is die poep, is dit koffie? No, that's in the cages, they eat papaya fruits. Oh! In the jungle, they eat the coffee first and we open the shell. Yeah. And this one is clean already. Okay. So this ready bring to the coffee machine. Exactly. The process. This one is the mango stain, the herbal tea. Kijk, zo bereid is dus voor. Tenminste, vroeger deden ze het zo. En dit is dus met de machine voorbereid. Dit is gewoon wat er uit dat die komt eigenlijk. En dit is Bali koffie. En dit is niet de koffie die uit ja, poep is gemaakt. Maar deze wel. En dan je poet het anders. Ja. Oh mijn god, jongens, kijk dan. Ze hebben hier een uil. Zo groot. Oh mijn god. Oh, hij is zo mooi. Hij lijkt op Furby. Oké, okay, schat, wat gaan we doen? Wij gaan nu koffie proeven. En je hebt hier dus allerlei soorten koffie. En ze hebben hier zelfs vanille koffie, coconut koffie. Maar ze hebben ook allerlei soorten thee. Maar krijgen we ze allemaal? Want ik zie hier echt 10 glazen of zo. Ja, krijgen ze allemaal. En dit is dus allemaal gratis, maar hiervoor moet je betalen. En die willen wij zeker proberen. En dat is die poepkoffie. Ga jij die proberen? Zekerste weten. We hebben alles gekregen en ze legden ons dus net uit dat ze dus nu avocado koffie hebben. Iets ruikt nee, deze lekker. Is avocado koffie. En je kan dus zo optellen en zie je hieronder wat het is. Ja, avocado koffie. Oh my god. Ik krijg een beetje chocolade mokka-achtig iets. Ja, er is ook echt chocolade. Mokka. Oh, lekker. Die mokka is echt lekker. Proef maar eentje nu.
Wat koffie? Jij moet eigenlijk die poepkoffie. Als eerst? Nee, jij moet die juist als eerst doen. Jij bent de koffie-expert van ons. Nou, jongens. First reaction. Het is wel echt warm, hoor. Hoe ruikt die? Ruikt die naar poep? Nee, toch? Nee, maar hij ruikt wel apart. Echt? Wil je me alsjeblieft ruiken? Ik wil eigenlijk niet je hem eerst ruiken. Ik durf hem niet mee te drinken. Ja, dat is wel apart, ja. Ja, dat je eerst. Drink it, please. Ik durf het niet meer. Ik heb echt zoveel spijt van dit. Oké, pak het. En? Hij is echt zwaar. Is die zwaar? Ja, maar ik vind hem niet zo lekker ruiken. Maar hoe smaakt die? Nou, wat smaakt die? Koffie echt gewoon wel, hoor. Guys, we gaan beginnen met te proeven. De Luwak koffie is niet mijn favoriet, absoluut niet. Maar we hebben hier, ik ga beginnen met Bali cacao. Cacao. Is het gewoon chocolademelk of is het gewoon... Bali cacao. Ik probeer, is dat chocolademelk? Ja. Echt? Letterlijk. Nee. Wat dan? Ik weet het niet. Jawel, maar dan zonder suiker natuurlijk, hè. Het is gewoon cacao. Maar zonder suiker. Dit is gewoon cacao met water. Ja. Okay. Dit is ginseng tea. Zo. Heftig, maar hij is ook wel zoet. Hij is ook zoet. Oh, hij is heel zoet. Ja. Wat is ginseng? Het is zo'n rode bes. Ik zag het echt? Hier. Ja. Ik vind deze wel lekker. Ja? Wil je gelijk die andere? Ik ben wel bang dat ik misselijk ga worden als ik alles ga drinken hier. Dit is spice tea. Je moet misschien alleen maar proeven wat je wil. Anders ga ik alleen thee drinken. Ja. En doe jij koffie? Oh, heftig. Die wil ik niet, hè? Nou, het is best wel lekker, maar het lijkt me heel gezond ook. Dit is denk ik echt niks van ons. Deze is niet goed, man. Guys, ik moet jullie eerlijk zeggen. Mocha koffie. Ginseng koffie, ik weet niet of ik het uitspreek. En dit is vanille koffie. Deze is niet normaal. Echt heerlijk. En Nessie vindt volgens mij niks lekker. Die ginger. En nu even de een waar ik echt heel erg nieuwsgierig naar ben. Avocado koffie. It smells green. Oh my god. Wat is er? Fucking lekker. Echt? Maar hoe kan hem zo zoet zijn? Wil je alsjeblieft deze op beeld even die ginger proberen? Alsjeblieft. Dan doe jij de avocado. Ik doe de avocado. Maar ik vraag me echt af hoe het kan dat het zo zoet is. En neem een goede slok. Ja, nee. Je wil dat ik doodga. Oh jezus, wow. Maar heeft er toch gewoon suiker in? Of ben ik nou? Ik ga het zo vragen, ik snap er niks van. Wat ben je nou? Oh! Ik zeg het toch. Wat is dit nou? Dit is ginger tea. Oh. Is, wow, ik ga zeggen welke jij moet proberen, ja? Wat is dit dan? Hier, probeer deze. Wat is dit? Lemongrass. Probeer deze. Dit is mango. Probeer deze. Deze is echt niet normaal zoet. Wij zijn hier eigenlijk helemaal niet leuk. Rosella. Nee, ik wil niet. Ik moet deze nog proeven. Bali koffie. Ja, dit is mijn favoriet. Dit is mijn favoriet. Bali koffie. Oh. Wat is dat gepiep, joh? Oh. Dit is wel heel zanderig. Daar zat echt poep in. Ja, dit gaat niet goed, onze proeverij gaat niet goed. Sorry jongens, in andere vlogs zag het er veel leuker uit. En iedereen zei, oh lekker! En wij gaan deze thee halen en we gaan deze koffie halen, want we vonden het zo lekker. Oh jongens, kijk deze man. Ik heb net 2 euro uitgegeven van deze kuthoed. Ja, we hebben heel goed onderhand, schat. We zijn op het reisterras. Dus kijk hoe mooi. Wij staan wel echt aan de verkeerde kant van het reisterras, zijn we achtergekomen. Maar het maakt het allemaal niet uit. We hebben een heel mooie foto genomen hier. En het is hier sowieso echt heel mooi. Je kan hier ook even bovenaan even wat drinken. Je kan hier op de schommel. Wat moet ik nou met deze hoed doen? Serieus. Maar schommel heb ik geen zin in. Heb ik al een keer gedaan. Ja joh. En... Ik wil eigenlijk wel die Superman doen, maar die mag niet meer. Je kunt, hoe heet het? Skyline? Ja, Skyline. Skyline of zo. Dat wil Nessie doen, maar ik ben wel zo'n scheiter. Ik wil echt niet dat doet. Oh my god.
Waarom? Ik ga helemaal stuk. Helemaal bezweet en al. Echt niet normaal. Maar we zijn echt bij een heel leuk plekje terechtgekomen. We gaan hier ja, eigenlijk dineren met uitzicht op een rijsterras. En dan hebben we deze view. Kijk hoe mooi. Jongens, kijk hoe lekker het eruit ziet. Heerlijk. Zo, wij zijn inmiddels weer in het hotel. Ik heb heerlijk gedoucht. Het was zo fucking lekker. De buitendouche hier is echt niet normaal lekker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de Ubud niet bruin ben geworden. Omdat de zon hier echt tegenvalt en het regent best wel veel. Maar ik vind het eigenlijk best wel prima. Want ik ben natuurlijk de eerste 2 dagen verbrand met mijn bovenrug en zo. En dat vond ik eigenlijk prima dat hier nou even geen zon is. Want hierna gaan we door naar een zonnig gebied. Dus dan kan ik hier even weer bij komen. Ik wil jullie even laten zien wat ik bij de koffieplantage heb gekocht. Ik vond niet alles echt even lekker. En toen kwam ik er daarna ook nog achter. Want ik had het gefilmd. Toen zei ik elke keer van, oh, ik vind alles best wel zoet. En dan zei Nessim eigenlijk ook. Ik heb het nagevraagd. En ze voegen dus wel gewoon suiker aan de thee en koffie die wij hebben gedronken. En dat vind ik wel jammer. Want ik ben best wel anti-suiker. En ik wil eigenlijk alles gewoon proeven zonder suiker. Dus wat wij hebben aangeschaft is allemaal suikervrij. Want je hebt ook nog, je hebt deze editie met suiker. Je hebt de editie zonder suiker. Dus ze verkopen ook gewoon koffie en thee met suiker. Zo, ik heb dus, en ze is aan het douchen. Ik heb dus de ginger tea gekocht. Ik heb er 2 van gekocht. En deze zijn per stuk ongeveer 10 euro. Dus helemaal niet goedkoop voor in Bali. Maar ik heb er dus wel 2 van gekocht. Want deze was echt zo sterk. En ik vond hem niet lekker. Maar goed, gember is wel heel erg goed voor je. Dus ik heb het gewoon gehaald voor thuis. Voor als we ziek zijn of zo. Gewoon voor dagelijks voor een shotje of zo. Want het is gewoon nog pittiger dan een gember shot. Dat is niet normaal. Voor de rest, zoals je hier ziet staan. Het is de sugar free versie. En ook heb ik de avocado koffie gehaald. Ik vond het gewoon echt heel erg apart. Ik heb het nog niet gezien. En het was nieuw, zeiden ze. Dus dat wil ik graag meenemen. En het is zeg maar, het smaakt best wel romig. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het is ja, het is vrij romig. Ik vond het lekker. Alleen er was dus wel suiker toegevoegd. En dat vind ik minder. Maar ik ga hier dus wel sucrine toevoegen. En zoals je hier ook ziet, dit is ook sugar free. Dit was het. Maar dit allemaal bij elkaar is gewoon 30 euro. Wij zijn ons soort van aan het klaarmaken voor een massage straks. We gaan even richting de town, Ubud Town Center. Even kijken wat er te beleven valt en dan een massage pakken en that's it. Ik heb ook helemaal geen zin om mijn haar te doen. Ik heb geen zin om mijn make-up te doen, dus dit is het gewoon. Ik heb een doodsimpele top aan van de H&M en een broekje van de H&M. Vind ik altijd wel fijn om aan te doen in de avond. Ik wil echt trek hoor. Echt? Ja, echt. Jij niet? Ja, ik mag niet meer eten, maar ik wil wel gewoon iets een snackje of zo. Ja, ik heb gewoon wel trek, dus ik ga lekker eten. Ik heb honger voor. Ik kan wel wat op. Wat ik ga geen rijst eten of zo, maar ik kan wel wat op. Dat zie ik je straks. Doei doeg. Zo, ik ben net weer terug. Wij zijn net weer terug van Ubud Centrum eigenlijk. Ik vond best wel tegenvallen eigenlijk in het centrum. Een beetje rondgelopen. We hadden niet zoveel tijd, want we waren al best wel later naartoe gegaan. Je had best wel veel van die kleine winkeltjes. En we hebben even een voetmassage genomen. Dus niet een full body massage, want we waren al best wel laat. En we wilden nog even een hapje doen. Dus een voetmassage van 1/2 uur genomen. Heerlijk. En daarna, wat hebben we daarna gedaan? Oh ja, toen wilden we daarna nog een hapje doen. En toen was het al 10 uur. En jongens, we hebben echt heel veel moeite moeten doen om een plekje te vinden. Want alles sluit letterlijk om 10 uur. Dus we moesten echt heel veel moeite doen. Toen hadden we een restaurant gevonden. Echt, dat was echt onze laatste optie. Toen konden we heel snel nog even wat bestellen. Maar dan moest ik echt onder druk snel bestellen. Want ze wilden natuurlijk sluiten. En toen heb ik heel snel weer een kip saté besteld. Maar die was ook niet te pruimen. Dus ik moet even niet meer zulke snelle beslissingen maken. Voor de rest ga ik weer oppassen met mijn voeding. Want mijn darmen doen nu al pijn. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende Bali vlog.